Ja, het is er weer tijd voor. Joop van der Weert is in het Hof van Spaland aangeland met zijn oliebollenkraam. Joop, waarom het Hof van Spaland? Ja, het is een winkelcentrum wat volledig bezet is. Zoals ik al eerder zei, gratis parkeergelegenheid. Je merkt dat veel animaties. Er is genoeg voor iedereen hier te krijgen. Door het jaar heen ben je bezig met kermissen en zo. Heeft dat nou nog een toekomst eigenlijk, een kermis? Ja, dat heeft zeker toekomst. Als je tegenwoordig kijkt dat je kinderen zitten alleen nog maar op de PlayStations en dat soort dingen. En ja, het klinkt raar, maar wij krijgen ze wel naar buiten. Maar het is wel zo, dat is een drukke periode, want je staat daar een week en dan weer verkassen? Ja, dus kermisexploitant is een zwaar beroep. Lange dagen, lange nachten. Eventjes over de toekomst van de oliebollenman. Is daar nog toekomst in? Nou ja, ik blijf het doen zolang ik het kan. Zeker. Waarom? Ik vind het leuk. Ik heb echt een passie voor mijn vak. Mensen zijn altijd blij en vrolijk aan de kraam. En ja, dat is voor mij iets wat ik altijd zou willen blijven doen, ja. Het is vandaag heerlijk weer. Het is heel druk aan de kraam. Heeft dat invloed, het weer? Nou, het heeft geen invloed, nee. We merken echt dat de aanloop veel drukker is dan andere jaren. Dus mensen gaan op de fiets, zien de kraam staan, ja, pakken een bolletje mee. Ik zat er net te twijfelen. Ik zat op het bankje te kijken. We hebben het over krenten en rozijnen. Wat zit er nou in een oliebol? Bij mij zitten er krenten en rozijnen in. Zou dat een verschil maken als je alleen met krenten zou bakken? Nou, alleen met krenten is niet lekker. Sommigen doen alleen met rozijnen. Dat is ook lekker. Ja, ik vind dit lekker zelf. Dan even over het assortiment. Het is natuurlijk een traditioneel assortiment. Maar er moet elk jaar een verrassing in zitten. Ja, net zoals de meeste kramen hebben wij ook de Dubai Bol. En dat is een bol met pistachevulling, met kuneffe erin. En ja, heerlijke bol. Wel een dure bol, maar dat komt omdat de pistache natuurlijk vrij prijzig is en de chocola. Maar ja, die loopt als een tierenlier. Je zegt duur, dan hebben we het gelijk over de prijzen. Ben je verhoogd met je prijzen? Ik heb dit jaar ervoor gekozen om niet met mijn prijs omhoog te gaan. Alhoewel mijn bestel, waar ik mijn groothandel, dat is wel duurder geworden. Maar ik wilde het niet. Ik dacht dan maar een keer wat minder. Het was een keer genoeg. Hoe leef je nou gezond als oliebollenbakker? Je staat de hele dag tussen de lekkernijen in. Je krijgt misschien spataderen. Hoe doe jij dat? Ik heb goede schoenen. Die koop ik altijd bij Sima Sport. En ja, ik eet gezond. En je hebt een goede vriendin vlak tegenover je staan. Marianka. Marianka uiteraard, zeker. Ja. Daar zullen de mensen denken, ja, maar dat zijn toch concurrenten van elkaar? Nou kijk, weet je, Marianka heeft tegenwoordig hele mooie nieuwe tafeltjes. Die zijn rond. En nou, dan gaan ze bij haar een zak patat halen. En dan doen ze bij mij een toetje. Joop, ik zag je er net ineens de haast maken, want er moest bijgebakken worden. Is dat nou een bepaalde tijd dat je ineens heel druk hebt? Nee, ik hoorde dat mijn gas uit was gevallen. En dan moet je de gasfles erbij openstaan. Dan krijgen we binnenkort de Sint-Nicolaas-tijd. De pepernoten liggen al bij de supermarkt. Is dat een concurrent voor jou? Dat is zeker geen concurrent. Ook daar ga ik weer op inspelen. Die hebben we vaker. Dat is de speculaasbol. Wat is het ondeugendste bolletje wat je ooit gebakken hebt? Wat ik echt de allerlekkerste bolletje vind, dat blijft voor mij de toffe karamel. Joop, wat is dat voor bol? Daar zit een karamelblokje in. En die hebben we plat gemaakt. En daar doen we karamelchocola met chocoladestrepen. Ja, dat is gewoon net alsof je toffee in de bol hebt. Nou werkt de oliebolleman altijd toe naar het eind van het jaar. Is dat ook het moment dat je zegt van nou even vakantie? Ja, na de oliebollentijd is het eerst weer even de kermis moeten we dan weer opnieuw inschrijven. En daarna gaan we zeker op vakantie. Ik zie trouwens ook wafels liggen. Is dat een beetje naast het assortiment van de oliebollenman? Of hoort dat tot hetzelfde genre? Nou, dat is tegenwoordig een uit de hand gelopen hobby. We gaan steeds meer smaken. En we hebben tegenwoordig sinaasappel, noem het maar op, zo gek nog niet.